is eigenlijk heel spontaan het idee gekomen, omdat ze met krikjes aan het spelen waren. En toen dachten we van, nou, waarom maken we er geen reuzenbaan van aan de gevel? En er komt natuurlijk het spelende element komt naar voren, wat je ook in de opleiding ziet. Het leren en het bouwen en het doen. Het is wel een beetje fine-tunen, maar het gaat op zich, de ballen die komen er wel door. Het gaat al helemaal rond. Ja, we hebben bewust niet echt een ontwerp van tevoren gemaakt. Juist om het helemaal vrij te houden, hoe het werkelijk uit zou komen zien. Iedereen kan input geven en meedenken en nieuwe ideeën. En dat is juist het leuke eraan. En dat staat ook weer voor het ontwerpproces wat we hier op school leren.